Als we de SLM gezond willen maken, zullen er maatregelen moeten worden getroffen. De woorden van minister Albert Jubitana van Transport, Communicatie en Toerisme in reactie op het nieuws dat de Surinaamse vliegmaatschappij heeft laten weten dat er een personeel zal worden afgevloeid. Het SLM-personeel mag kiezen uit vrijwillig met ontslag gaan of vervroegd pensioen. Jubitana zegt dat de personen in ondersteunende taken eerst zullen worden afgevloeid. De operationele afdelingen die zijn niet aan de orde. Er is een rapport vorig jaar, een IATA-rapport, dat aangeeft hoeveel procent gesneden moet worden. Puur op basis van de situatie van het bedrijf. Er is $2 miljoen nodig om het bedrijf weer gezond te maken. De bewindsman zegt dat er hiervoor verschillende modellen worden bekeken. Vanuit de regering zijn er ook een aantal, discussies hoe dat allemaal aan te pakken. Zeker wanneer we praten over het financieringsmodel. Want uiteindelijk is het een bedrijf dat kennen de status, meer dan $100 miljoen aan schuld. Dus de directie is op dit moment, los van het herstelplan, verschillende modellen aan het uitwerken. Minister Albert Jubitana van Transport, Communicatie en Toerisme. Hij sprak gisteren enkele journalisten voor aanvang van de wekelijkse raadsvergadering.